Goedendag en welkom bij het dagelijks COVID-19-journaal. Het journaal waar u dagelijks weer op de hoogte wordt gehouden met de nodige informatie over COVID-19. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid zegt dat er nu 50.000 doses vaccins beschikbaar zijn. Het tempo van de vaccinatie moet worden opgevoerd. De minister was aanwezig bij de toediening van de eerste vaccins in het Slans Hospitaal, het laatste van de 4 grote ziekenhuizen in Paramaribo. Een zorgpunt van de minister is dat het vaccinatieproces niet vlot verloopt. Er zijn momenteel iets meer dan 350 vaccins toegediend, wat neerkomt op 50 vaccins gemiddeld per dag. Dat is volgens de minister weinig. Met de komst van de 50.000 doses vaccins moet het vaccineren op dagbasis vlotter gaan verlopen, omdat er rekening gehouden moet worden met de vervaldatum van het vaccin. Ik begreep net dat we al 350 vaccins hebben toegediend, doses meer. Dat betekent 6 een week, 7 dagen, 50 gemiddeld per dag. En het is weinig. U hebt gisteren gezien dat we onze lading grant, dan een donatie uit India, al hebben ontvangen. Zit nu veilig in het biochemagazijn, koeling, directeur. 50.000. 50.000 doses. Hetgeen betekent, als je uitgaat van een gemiddelde van 50 per dag, dat je met je elke dag zo vaccineren, je op een max van 1500 doses komt. In ogenschouw nemen dat het vaccin misschien na 5 maanden een verval onderhevig is, dan heb je maar 7.500 gebruikt. Dat betekent die 50.000 hebben we pas na, met dit tempo, na 30 maanden bereikt. Dat betekent, we gaan in een stroomversnelling moeten gaan, dokter Sean. We gaan moeten overlappen nu. We hebben groepen. Na de frontlinie-werkers, gezondheidswerkers, na de gezondheidswerkers, personen bij bejaardenhuizen en dialyse. Na die groep, onderwijzers, regeringsfunctionarissen en gewapende machten. En die groep is al 25.000, die andere twee zijn 7.000. Dus je gaat nu, de opdracht is, we gaan niet meer per groep afwerken. We hebben nu 50.000 doses, dus je gaat moeten uitrollen. Je gaat moeten uitbreiden en je gaat je tempo moeten opvoeren. Dus je gaat moeten berekenen hoe snel. Anders gaan we beleidsmatig onze partners in de regio moeten ondersteunen. Dat is simpel. Als we 5 maanden die 50.000 niet kunnen opmaken, moeten we ook niet zeggen, asanaf mimi negi noamang. Nee, dan gaan we kijken. Dan gaan we onze partners in de regio, precies zoals we nu dit hebben gehad van Barbados, dan gaan we naar landen kijken die het ook nodig hebben, want wij kunnen het niet geven. Er zal daarom wat meer vaart moeten komen in het aantal dagelijkse vaccinatieprikjes. Ondertussen is aan instellingen, ziekenhuizen en RGD-polies gevraagd om te assisteren bij de vaccinatie van de groepen buiten de frontlinie zorgwerkers. Als het punt is bereikt dat er 1200 vaccinaties per dag kunnen doen, zijn we binnen een maand door de beschikbare hoeveelheid vaccins heen, zegt Dr. Nancy Sean Emmanuel van het Nationale COVID-19 Vaccinatieteam. We hebben al een plan. We proberen zoveel mogelijk de verschillende instellingen te vragen dat ze de mensen van buiten uit de andere prioriteringsgroepen ook gaan faciliteren om het vaccin bij hun te nemen. En als je dan een berekening maakt dat we 6 ziekenhuisinstellingen hebben, als we de RGD-polies ook erbij krijgen, ongeveer 6, dan kunnen we, als iedereen max 100 mensen per dag vaccineert, dan moet je indenken dat we ongeveer 1200 mensen per dag kunnen vaccineren in een tijdsbestek van misschien 5 uurtjes per instelling. En dan zitten we binnen een maand al op het maximale aantal personen van het aantal vaccins dat we hebben ontvangen. Simultaan met het fysieke traject om de kwetsbare groepen, zorgwerkers en essentiële beroepen te vaccineren, zal ook de zogenoemde gezonde bevolking middels de nationale vaccinatiecampagne warm worden gemaakt voor het nemen van het COVID-prikje. In elk geval zie je dat er meer mensen enthousiast worden om gevaccineerd te worden. En dat is een goed teken. In principe willen we dat iedereen gevaccineerd wil worden. Dat iedereen bereid is gevaccineerd te worden. En ik denk dat we een bepaalde traject moeten uitstippelen om tot dat punt te geraken. En we hebben een traject uitgestippeld, we zijn al bezig
En ik denk dat we het zeker halen. Vooral met al de frontliners die al gevaccineerd zijn. De minister is ook al gevaccineerd. En ik ben ook gevaccineerd. We hebben dat traject doorlopen. En ik denk dat zo meer vertrouwen komt in de samenleving van hey, dat vaccin is goed, ik meld me aan om gevaccineerd te worden. Minister Ramadien onderschreef bij de introductie van het vaccin in 's Lands Hospitaal nog eens op het belang van het blijven naleven van de COVID-19-regels. Ook nu de eerste vaccinaties zijn begonnen. Ik voel me vereerd om in de achtertuin hier vandaag te zijn. Ik zou er echt niet onderuit komen om op een kantoor te zitten nu. Maar het is heel belangrijk. 's Lands Hospitaal verdient de aandacht natuurlijk. We gaan het niet lang hebben vandaag, maar ik wil wel een aantal zaken vandaag benadrukken. Er zijn een paar zorgen en uiteraard moeten wij rekening houden met de realiteit. En er zijn veel doktoren hier, verpleegkundigen. Als we alleen gaan focussen op vaccinatie, dan gaan we die strijd verliezen. De WHO heeft het gisteren duidelijk kenbaar gemaakt dat geen enkel land moet focussen op vaccin alleen. De protective measures en het beleid moet nog steeds in place zijn en de mensen moeten nog steeds de maatregelen acht nemen. Omdat wat we zien wereldwijd nu is dat de mens ervan uitgaat, veronderstelt dat met het vaccineren ik ook wat misschien onvoorzichtiger kan zijn, wat risico's kan nemen. En juist daar knelt het. Dus de kans dat als een land gaat vaccineren nu, dat cases gaan stijgen, gewoon vanwege een beetje onderschatten en veronderstellen dat vaccineren de enige bescherming is, is heel groot, dat je dan weer een stijging krijgt in cases. En ik mag zeggen dat de eerste 6 weken van vaccineren, na de eerste 6 weken bleek dat het aantal gevallen wereldwijd aan het dalen was, maar gisteren is er weer een lichte stijging te zien in 4 regio's van de wereld. En dat kan komen door varianten, of het kan komen dat er nog niet genoeg mensen zijn gevaccineerd, maar ook komt het, zeggen ze, doordat de protective measures ook niet goed worden nageleefd meer. Dus wij gaan blijven benadrukken vanuit het ministerie, vanuit het OMT, vanuit alle teams die we hebben, vanuit het zorgveld, dat het nog steeds prioriteit is, top prioriteit is, om de Mohana-maatregelen in acht te nemen en alle andere zaken. Gelukkig zien wij in Suriname een vrij stabiele situatie nu. Ik denk dat we rond de 60 of 70 active cases hebben nu. En een percentage van zeker onder de 10%. Dat is gunstig. Het doel om binnen een jaar de eerste 100.000 Surinamers, 20% van de bevolking, te vaccineren is hoe dan ook haalbaar. Maar zegt de directeur van Volksgezondheid dat veel zal afhangen van de feitelijke beschikbaarheid van vaccins. Als we dit jaar 100.000 mensen minimaal kunnen vaccineren, dan hebben we al zo'n, laten we zeggen, bijna 20% van onze bevolking kunnen vaccineren. Hebben we meer vaccins ter beschikking, kunnen we misschien naar 40% gaan. Maar dat hangt natuurlijk, zoals eerder gezegd, af van de beschikbaarheid van vaccins. Dus ik kan u niet zeggen binnen hoeveel tijd we een substantieel deel van onze bevolking hebben gevaccineerd, omdat dat echt afhangt van de beschikbaarheid van vaccins. Hoe meer vaccins er ter beschikking is, hoe sneller we onze capaciteit om te vaccineren gaan verhogen en hoe sneller we een substantieel deel van onze samenleving hebben gevaccineerd. Zoals u bekend is er een Nationaal COVID-19 Fonds in werking gesteld om de import van het vaccin veilig te stellen en te reguleren. Om toch tijdig voorraad aan te slaan wordt bepaald door hoe snel het fonds ready is voor de eerste bestellingen. Naast het lokale bedrijfsleven spannen ook bevriende naties als India en Barbados middels donaties in op de vraag. Optie 3 is het sluiten van zachte leningen om toch gemakkelijk aan het COVID-19 vaccin te komen. De importkosten, dat hangt er vanaf hoe snel onze fonds om de vaccins te kopen
vergaard worden. Dus hoe snel ons fonds zal groeien. En dat hangt van natuurlijk grote bedrijven af, onder andere. Maar aan de andere kant hebben we ook bevriende naties die donaties kunnen beschikbaar kunnen stellen. Zoals onze bevriende natie India nu, die stelt 50.000 doses beschikbaar. Onze bevriende natie Barbados, die heeft eerder 1000 doses beschikbaar gesteld. Die hadden ze vanuit India gedoneerd gekregen, een behoorlijk deel. We zijn dankbaar voor deze twee gestes. Nu kunnen we ook uitkijken naar bevriende naties die tegen een zachte lening bijvoorbeeld vaccins beschikbaar kunnen stellen. Hebben we die ter beschikking, kunnen we ons vaccinatieplan sneller uitrollen. Tot slot, wat wijze raad van de infectioloog Stefan Frieden uit zijn wekelijkse tv-rubriek Niet Zomaar een Prikje. Hoe worden virussen over het algemeen gedetecteerd en verzwakt middels een vaccin? Niet elke ziekte is hetzelfde. Niet elk virus, niet elke parasiet is hetzelfde. En er zijn meer aandoeningen. Ik noem een aandoening bijvoorbeeld hepatitis C. Dat is ook een aandoening waarvoor we tot nu toe geen vaccin hebben. Maar voor hepatitis B hebben we wel een vaccin. Dus het hangt er vanaf hoe gedraagt zo'n micro-organisme, dus, en of het nou een virus, een parasiet of een bacterie is, hoe gedraagt het zich ten opzichte van het menselijke immuunsysteem, waardoor je het wel of niet met een vaccin makkelijk zal kunnen bestrijden. De kunst bij ieder ziekmakend agens, virus, parasiet, bacterie, is om de Achilleshiel ervan te vinden. Te weten van op welke manier kunnen we met antistoffen, met onze afweer, dat uitschakelen. En dat lukt voor een aantal dingen. En ik bedoel, voor AIDS zijn we inderdaad al bijna 40 jaar bezig. En het is nog steeds niet gelukt. Maar HIV is iets anders dan COVID. Ja. Dus het is niet zozeer vreemd. Het is moeilijk. Maar het heeft te maken met de aard van de verschillende beestjes. Een andere interessante vraag die oppopte was of vaccinatie verplicht wordt gesteld. In het antwoord nam Dr. Frieden ook het vragenlijstje mee dat bij het kiezen voor vaccinatie op voorhand aan de kandidaat wordt gepresenteerd. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Niemand is of wordt verplicht om gevaccineerd te worden. Het is zelfs zo dat wij vanwege toch de schaarste van vaccins, dat wij in de vragenlijst die iedereen moet invullen voordat hij gevaccineerd wordt, of uitgenodigd wordt voor vaccinatie, is ook de vraag opgenomen van heb jij in de afgelopen 6 maanden, staat er geloof ik in, COVID doorgemaakt. Dat is omdat wij weten dat een doorgemaakte COVID-infectie, die geeft je gedurende enige tijd bescherming, gedurende een aantal maanden bescherming. En dan is het, de policy is eigenlijk dat je mensen die toch al bescherming hebben, zij het voor een bepaalde periode, dat je die vraagt om anderen die nog helemaal geen bescherming hebben, voorrang te geven bij het zich laten vaccineren. Dus u bent nooit verplicht om gevaccineerd te worden, maar u als persoon die COVID heeft doorgemaakt, die wordt iets verder in de rij geplaatst om gevaccineerd te worden, omdat we weten dat een doorgemaakte COVID-infectie bij de meeste mensen gedurende een aantal maanden al bescherming biedt. Met de 50.000 doses die zijn gearriveerd uit India, gaat het vaccinatieplan natuurlijk verder. Iedereen zal zo aan de beurt komen, maar als u gevaccineerd bent, wil dat nog niet zeggen dat u vrij mag leven. Houdt u zich nog steeds aan de maatregelen. Mondkap op, handen wassen en afstand houden. Tot morgen!